Er zijn te veel toeristen met honden op Texel. Dat vindt oud-wethouder Gerbrand Poster. Hij wil een verplicht bootticket voor de hond instellen. Dan hoopt hij dat het aantal honden zal afnemen. Honderden honden erbij. Ik denk dat er duizenden zijn op jaarbasis. Ja, te veel? Te veel vind ik. Ja? Hoe ervaart u dat? Wanneer loopt u er tegenaan? Ja, in restaurants. Ja? Zitten overal. En die bazen van die honden zeggen, ja, ze zijn allemaal zo hygiënisch. Dat kan wel zijn. Maar ik vind het niet zo fris dat die honden tussen het eten doorlopen. Nou, zegt u van, eigenlijk moet de baas voor zijn hond een kaartje kopen bij de boot. Ja. Hoeveel moet dat kaartje kosten? Nou, naar Ameland, dat werkt toevallig, dat is 5,5 euro per overtocht heen en terug. Wat vindt de hondenbezitter op de veerboot van het plan van meneer Poster? Dat vind ik eigenlijk niet passen. We betalen hondenbelasting hier in Nederland. Dus. Ja? Ja. Dus ik zou het eigenlijk niet gepast vinden, want dan betaal je dubbel op. Ik zou hem er niet van weerhouden om mee te nemen. Nee? Nee. Nee. Nee, als zeg 5 euro zou zijn. Ja, zoiets. Gewoon voetgangers of zo. Hondenbezitters zijn juist blij met Texel. Ze zeggen tenminste bij ons, het is een hondeneiland. Ja, oh. Ja. Maar de andere eilanden zijn ze lang zo tolerant niet met honden. Nee? Nee, want op Texel zijn heel veel gebieden waar ze los mogen lopen. Ja. En het staat echt bekend als hondeneiland voor de hondenliefhebbers. Dat het al bekend wordt als hondeneiland, daar ben ik helemaal niet blij mee. Als Texel nou bekend blijft als schapeneiland, dan is dat natuurlijk prima.